Welkom bij Tiel aan tafel. We hebben vandaag interessante onderwerpen die we met u gaan delen. Het is eigenlijk voornamelijk maatschappelijk. Natuurlijk komen de kritische vrienden voorbij. Straks hebben we Harmen Holwerda van Buurtzorg. En bij mij aan tafel zitten nu Gerco Buik en Manon Bolvoort. Welkom Gerco. Jij bent bestuurslid bij BIS en jouw portefeuille, als ik het zo mag noemen, is maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja. En voor de mensen die niet precies weten wat dat inhoudt, wat is dat, maatschappelijk verantwoord ondernemen? Nou, je zegt het al, de bekende term is natuurlijk MVO, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat zijn we ook met BIS aan het doen. De ondernemers die actief zijn binnen BIS willen ook maatschappelijke activiteiten doen. We hebben vorige week bijvoorbeeld Ladies Night georganiseerd, waar de opbrengsten ook naar twee goede doelen gegaan zijn. Stichting Vlinders in Tiel en ook Kika als landelijk goed doel. Dus zo doen wij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. En er is ook een bruggetje, een lijntje naar de bibliotheek. En in die hoedanigheid zit jij hier, Manon. Ja, klopt. Hoe is dat ontstaan? Nou, wij zijn dit jaar ook lid geworden van BIS om meer met het zakenleven samen te kunnen gaan werken. En nou, zo hebben we leuke gesprekken gehad waarmee we leuke dingen ondernemen. Binnenkort organiseren we een ontbijt speciaal voor ondernemers, waar we het onderwerp laaggeletterdheid onder de aandacht gaan brengen bij het bedrijfsleven in de regio. Ja, want de bibliotheek is niet alleen nog maar die boeken, hè, die je... Nee, dat klopt. We zijn veel breder actief. We zitten bijvoorbeeld met leesmediacoaches in het onderwijs. We geven cursussen op het gebied van digitaal sterker worden. En qua taal zijn we ook actief. Zijn we een soort... we geven cursussen op het gebied van taal, zodat mensen die laaggeletterdheid zeg maar een eerste opstap hebben naar taalvaardiger worden en beter leren lezen. Ja, nou, dat is inderdaad ook puur maatschappelijk inderdaad. Waar zijn jullie nu op dit moment erg actief mee bezig? Ja, natuurlijk met de samenwerking met de bibliotheek, dat mogen duidelijk zijn. En zoals ik al vertelde, vorige week ook Ladies Night georganiseerd. En zo organiseren we eigenlijk tal van verschillende bijeenkomsten, zo'n beetje maandelijks is het ritme. Voor ondernemers die lid zijn bij BIS. Ja, en er is vast een plan, een visie waar jullie naartoe willen. Ja, klopt. We zijn onder andere aan het kijken om eigenlijk de samenwerking binnen Rivierenland ook groter te maken. En dan moet je denken aan alle verschillende partijen die actief zijn binnen Rivierenland. Gemeente, onderwijs, bedrijfsleven dus onder andere. Om te kijken van hoe kunnen we nou met deze regio steeds meer en meer die gezonde regio, de betere fruit, waar we alle mooie ingrediënten hebben in huis. Om te kijken of dan we ook een stuk gezonder met elkaar kunnen gaan leven. Ja, en wat is jullie betrokkenheid dan erin? Want jullie hebben natuurlijk een enorm netwerk. Klopt. En wij zijn van oudsher natuurlijk ook een informatiebedrijf eigenlijk. Wij bieden informatie. Nou, Google heeft een beetje daarvan overgenomen. Maar Google biedt bijvoorbeeld zegt niet wat de juiste informatie is. Dus wij bieden informatie in context. En nou, dat zijn we op het moment ook met gezonde informatie aan het doen. Dus daar bouwen we een mooi platform voor. Ja. Dus daar zit ook nog wel weer een lijntje. Zeker. Ja. Ja. Hoe ziet jouw functie er nu uit? Waar ben jij druk mee? Ik ben heel erg druk en dat ga ik natuurlijk steeds meer worden, want ik ben pas een paar weken bestuurslid. Het is nog echt heel erg vers. Ja, absoluut. Ja. Maar steeds meer ook de ondernemers betrekken bij dat maatschappelijke belang. En zoals het voorbeeld wat Manon ook schetst, om te kijken met de bibliotheek, om aanpak van laaggeletterdheid te kunnen aanpakken. Maar zo zijn we ook bezig met tech, de voetbal, om te kijken hoe we de accommodatie ook beschikbaar kunnen stellen voor ouderen, voor jongeren. Om eigenlijk ook steeds vitaler te kunnen leven. Ja, dus het gaat veel verder. Het is dus echt puur die bedrijven betrekken bij alles wat er gebeurt in de maatschappij. Zo is dat. Ja. Ja. En noemde je net tech. Zijn er meer voorbeelden die je daarvoor kan geven? Ja, steeds meer en meer. Natuurlijk de... Is er al wat gebeurd, wat veranderd door dit initiatief? Of dat wat veranderd is, daar moeten we natuurlijk wel bescheiden in zijn, maar... Je ziet wel dat BIS de afgelopen 2 jaar wel enorm gegroeid is ook. We zijn vanuit een businessclub gestart, vanuit de gedachte om ook steeds meer de ondernemers ook in Tiel een podium te kunnen geven. En zo zijn we al met 150 BIS-leden inmiddels actief. En daar organiseren we maandelijks dus die mooie bijeenkomsten voor. Ja, en wat is het plan? Wat is de visie? De visie is dus om te kijken naar die gezonde regio en daarvanuit steeds meer die partijen te verbinden om die maatschappelijk belang... En steeds meer ook die weg, die route te vinden naar ondernemers, naar onderwijs, bedrijfsleven. Ja. Om op die manier die verbinding heel sterk met elkaar te maken.
Ja, en nu heb jij denk ik vooral vanuit je werk ook echt persoonlijk te maken met mensen die ook die hulpvragen hebben? Ja, die mensen komen bij ons. Het is wel zo dat wij een groot netwerk van partners hebben die die mensen weer toeleiden. Die mensen laten zich niet heel makkelijk vinden. Want nee, lijkt mij ook lastig als je bijvoorbeeld over zoiets hebt als laaggeletterdheid. Het is een taboe. Mensen bellen niet aan. Nee, er zit schaamte op. Dus dat is iets, die stap is groot naar een taalkursus, dat klopt. Ja, want hoe ziet zo'n traject eruit? Hoe werkt zoiets? Nou, het kan bijvoorbeeld zijn dat bij het UWV, dat is een grote plek waar, of een grote vindplaats, dat mensen bij het UWV komen en nou, daar blijkt misschien dat ze geen formulieren kunnen invullen. Nou, die krijgen dan bijvoorbeeld het advies om naar de bibliotheek te gaan. En bij ons kunnen ze een taalkursus volgen. Meestal is die weg wat, wat meer zigzag dan rechtstreeks hoor. Mensen die moeten eigenlijk soms aan het handje meegenomen worden om die stap te zetten. Manon, die laaggeletterdheid, dat is inderdaad wel een probleem hier in het rivierengebied. Ja. Hoe pakken jullie dat aan? Nou, sowieso is het gemiddelde inderdaad in onze regio hoger dan in de rest van Nederland. En hoe pakken wij dat aan? We zijn vorig jaar gestart met het opzetten, samen met het ROC overigens, met een bondgenootschap geletterdheid. Daar zijn meer dan 40 organisaties bij aangesloten. Gemeenten, maatschappelijke organisaties, een paar bedrijven. En daar hebben wij een 3-jarig actieplan mee gemaakt. En dat loopt. En daar zijn bijeenkomsten voor. Nou, ze delen kennis. In de bedrijven gebeuren er dingen waardoor mensen die laaggeletterd zijn, zeg maar, naar boven komen. En die worden dan weer doorverwezen. Maar het gaat ook over bewustwording in bedrijven. Dus daar zijn we al mee bezig. Ja, en nou gaat er binnenkort wat gebeuren. Hè? Ja, wij gaan inderdaad samen met BIS en met heel veel ondernemers. En eigenlijk met de hele samenleving het liefst een heel groot project draaien eigenlijk. Ik kan er nog niet heel veel over zeggen, omdat we dat binnenkort gaan aftrappen met de ondernemers. Maar dat wordt een heel spannend en ludieke actie die we in heel Rivierenland gaan merken. Dank jullie wel. Laten we afspreken dat als de mooie projecten een beetje dragen komen, dat we weer een keertje samenkomen. Lijkt heel goed terecht. Dat willen wij graag doen. Okay. Ja. Dank je wel. Graag gedaan. Inmiddels zit bij mij aan tafel Harmen Horda en hij is van Buurtzorg. Buurtzorg, Harmen, welkom. Buurtzorg Dankjewel. Hebben we allemaal wel eens van gehoord, maar wat is dat nou precies? Buurtzorg is een organisatie die 10 jaar geleden is begonnen. Dit jaar is het 10-jarig jubileum. En we zijn een organisatie voor wijkverpleging en verzorging. Dat betekent dat mensen thuis verpleging of verzorging krijgen die dat nodig hebben. En dat gaat over allerlei disciplines van zorg? Nou, dat gaat vooral om de verpleegkundige en de verzorgende aspecten. Dus bijvoorbeeld als mensen zichzelf thuis niet meer kunnen verzorgen, als het lastig wordt vanwege leeftijd of andere kwalen om zichzelf nog te douchen bijvoorbeeld, dan kunnen ze ons inschakelen en dan ondersteunen wij hen daarbij. Daarnaast gaat het ook om mensen die... onze doelgroep is gewoon heel divers. Dus bijvoorbeeld ook patiënten die uit het ziekenhuis ontslagen worden, die nog een wond hebben. Dan komen wij bij hen thuis langs om die wond te verzorgen. En begeleiden ze dan op den duur zo naar weer zelfstandigheid toe en dan gaan ze weer uitzorgen. Ja, dus het gaat over kortdurend, maar ook langdurend. Langdurend, alle leeftijden. Palliatief, mensen die ervoor kiezen om thuis te overlijden, die begeleiden we dan helemaal in dat die hele proces. Die kunnen een beroep op jullie doen. Ja. Nou is dit initiatief dus 10 jaar geleden ontstaan, maar toen bestond er al zoiets als thuiszorg. Waarin onderscheiden jullie je dan? Ja, het woord thuiszorg is altijd een beetje verwarrend. Het wordt ook gebruikt voor bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp, maar dat doen wij dus niet. Wij hebben dus echt verpleging en verzorging thuis.
Het is toen de tijd ontstaan omdat het waren vaak hele grote organisaties die wijkverpleging thuis aanboden. Met allemaal verschillende lagen en met allemaal managers ertussen. En een van die managers die dacht, volgens mij moet het anders. Dat was Jos de Blok, dat is onze huidige baas. En die zei van, ja, wij moeten al die managementlagen er eigenlijk tussenuit halen. Wij moeten de verantwoordelijkheid en de, helemaal bij de uitvoerende neerleggen. Dus laat maar zeggen, wij zelf, hè, als verpleegkundigen. Hij dus zegt, die mensen, ja. Dus zonder managers gewoon bam dat werk doen? Ja, hij zei van, daar zitten de ideeën, daar zit de voldoende verantwoordelijkheid. Die mensen zijn allemaal goed opgeleid en die weten precies wat goede zorg is. Daar hebben ze geen manager voor nodig. Dus wat hij heeft ontworpen is een systeem van een principe van kleinschalige zorg. Hij is met 4 verpleegkundigen begonnen in het oosten van het land. Inmiddels zijn er 900 teams over heel Nederland. 900 teams? Teams, ja, bijna 10.000 wijkverpleegkundigen. Werken bij buurtzorg. Werken bij buurtzorg. En, dat is enorm. Ja, dat is enorm gegroeid en dat is nog steeds groeiende. Ons team is ook weer gesplitst in dit voorjaar omdat we te groot werden. Want je mag niet groter worden dan 12. Want anders is het de zorg niet kleinschalig meer. Ja, dat snap ik. Die 12 mensen die werken dan ook allemaal samen. Want je hebt natuurlijk ook een klankbord nodig en een keer overleg van, goh, hoe zou je dit aanpakken of hoe? Ja. Wij zijn op het ogenblik, bestaan we uit 8 mensen, want we waren gesplitst en bestaan nu uit 8. En wij doen alles zelf. Dus we maken onze eigen roosters, onze eigen planningen. We beslissen zelf of we willen groeien op welke termijn. We nemen zelf onze mensen aan. En niemand van ons is de baas. Dus je moet er met consensus uitkomen, met overeenstemming, dus met gesprek en discussie van wat gaan we hiermee doen. Dus het is een hele platte organisatie. Ja, het is enorm plat, ja. Met inderdaad 1 baas. Ja, er zit helemaal niks tussen. We worden ondersteund regionaal door een coach. Dus als er wat is waar je niet uitkomt of waar je denkt van nou, hoe zat het ook alweer, kun je die inroepen. Maar die zit dus niet in de lijn boven jou, maar die geeft advies. Ja. En dat levert natuurlijk heel veel tijdswinst ook op, kan ik me zo voorstellen. Want ja. die bureaucratie van documentatie en alles overleggen en vergaderingen. En... Ja, buurtzorg wil zo weinig mogelijk regels, zo weinig mogelijk papier en bureaucratie. De inzet die je pleegt moet eigenlijk direct aan de patiënten, aan de cliënten ten goede komen. En ik vind het ontzettend leuk om daar te werken, omdat je richt je eigen werk in. Je doet niks onnodigs, want dan fluiten je collega's je wat terug. Je bent enorm betrokken bij je team en hoe het gaat met elkaar. En het straalt enorm af op de cliënten en de patiënten. Die merken dat. En omdat we zo'n klein team zijn, dan zet buurtzorg heel erg in op de relatie met die patiënten. Dus je zorgt voor de mensen, je ziet ze heel vaak, je bouwt een band op en je gaat iets betekenen voor hen. Dat, ja, en omdat dat is de kracht. Dat team ook klein is, heb je dus ook niet continu iemand anders aan je voordeur staan? Nee. Het is zelfs zo dat mensen als die patiënt zijn, als patiënt zijn. Ja. Het is zelfs zo dat mensen die bijvoorbeeld stervende zijn, dan organiseren wij het gewoon zelf zo dat daar bijvoorbeeld maar 4 of 5 mensen komen door de week. Zodat de continuïteit heel goed gewaarborgd is. Het spreekt mij enorm aan. En de cliënt- en patiënttevredenheid wordt altijd gemeten, maar die is echt heel hoog bij buurtzorg, landelijk. Ja, maar het systeem haalt gewoon het goede in de verzorgende en de verpleegkundige naar boven, is mijn opvatting. Ja, en want in de zorg is natuurlijk ook wel een bekend verhaal dat mensen te weinig tijd hebben voor de cliënten, voor de patiënten. Ja. En, maar omdat jullie het zelf in kunnen delen, kun je dat dus ook gewoon ja, zelf regelen. Nou ja, dat moet ook heel bevredigend zijn. Je moet een goede hulpverlener zijn en dat betekent dat op sommige momenten neem je iets meer tijd. Soms ga je met iemand een kop koffie drinken omdat je denkt van dat is nu even nodig. En de volgende keer dan is dat weer niet zo nodig. Dus je schat het zelf in en je doet het op een manier dat je denkt van dit is goede zorg. En we gaan niet betuttelen, we gaan mensen zo snel mogelijk weer naar zelfredzaamheid leiden. Zodat ze het allemaal weer zelf kunnen, waar mogelijk. En als dat niet zo is, ja, dan wordt het een chronisch traject en dan zijn we er ook voor. Ja, en hoe komen mensen bij jullie terecht? Het is eigenlijk heel laagdrempelig, want iedereen kan ons bellen. We hebben allemaal
Nou, ieder van ons heeft een telefoon bij zich. En ja, je belt ons gewoon ons 06-nummer. We zijn 24 uur bereikbaar. Dus als je een vader of moeder hebt waarvan je denkt van nou, dat gaat gewoon niet goed thuis. Of als een van de twee begint te dementeren, ik noem maar een voorbeeld. Dan kan de ander gewoon eens bellen met ons en zeggen van nou, of via de huisarts. Ze komen op verschillende manieren binnen. Maar je kunt in ieder geval ook gewoon bellen en dan komen we langs en dan kijken we wat er aan. Dan krijg je ook echt iemand aan de lijn. Het is niet zo dat je formulieren in moet vullen. Nee, we krijgen gewoon iemand aan de lijn en we zeggen van, kunnen we van de week even bij u langskomen? En dan hebben we een gesprek en dan kijken we van, wat is de reële zorgbehoefte? Want we gaan natuurlijk geen onnodige zorg geven. Dat spreekt voor zich, daar vragen mensen ook meestal niet om. Dus we schatten dat in en vervolgens gaan we dat dan leveren. Ja. Dus het is heel dichtbij? Ja, dat is wel de kracht ervan. De lijnen zijn heel kort. We werken ook direct samen met de huisartsen. En we schakelen fysiotherapie in als het nodig is of andere disciplines. Dus het is allemaal korte lijnen, grote betrokkenheid. Ja, en dat is natuurlijk wel prachtig, vooral ook in die veranderde regelgeving in de zorg. Ja, het staat erg op onder druk. Hè? En, de ziekenhuizen sturen eigenlijk, laten de mensen steeds sneller naar huis gaan. De verpleeghuizen en de verzorgingshuizen worden sowieso enorm in aantal plaatsen teruggeschroefd. Dus er moet meer thuis. Mensen moeten allemaal thuis langer blijven en zo. De hele politiek roept dat allemaal. Maar gaan vervolgens ook nog weer kort op die wijkverpleging. Dus dat is wel een punt. Dat lijkt staat me wel, onder druk, ja. Maar goed, hoe lang doe jij dit nu? Nou, ik heb heel lang in een algemeen ziekenhuis gewerkt en sinds 4 jaar bij buurtzorg. Met veel plezier? Ja, met zeer veel plezier, ja. Het is echt een heel mooi vak en zeker bij deze organisatie. Ja, nou, het is natuurlijk al sowieso wonderbaarlijk dat in zo'n korte tijd, relatief korte tijd, 10 jaar, dat er 9000 mensen werken. Dat zegt wel wat, hè? Ja, het trekt heel veel mensen aan. En, buurtzorg is de laatste 5 jaar 4 keer de beste werkgever van Nederland geworden. Van alle organisaties boven de 1000 werknemers. Dus dat zegt natuurlijk ook iets. 4 keer? Ja. Nou, dat zegt inderdaad wat. Is er nog echt iets speciaal regionaals hier? Tiel, dingen die jullie nog willen of gaan doen? Nou ja, wij zijn nu met z'n achten en we zijn, wat ik vertelde, ook laatst dit voorjaar gesplitst. Een team richting Liende is er gestart. En we gaan natuurlijk door met het werk aan de basis. Hè. Dat is natuurlijk het belangrijkste wat we doen. En daarnaast organiseren we ook wel weer bijeenkomsten voor cliënten of doen mee in regionaal overleg voor kwaliteitsverbetering. Dat gaan we nu bijvoorbeeld doen met palliatieve zorg, om die nog weer te verbeteren. Maar de kracht ligt toch wel van dat we van de eenvoudige tot en met de meest complexe zorg, van tot aan het levenseinde toe, dat we inzetten op, ik kan wel zeggen ook liefdevolle verzorging. Ja, dat is een term die in je opleiding niet leert, maar de betrokkenheid is gewoon heel belangrijk. Ja, mensen voelen het als jij betrokken bij ze bent en voor ze zorgt of dat je dat niet bent. Ja. Dus daar zit iets. En als er iets belangrijk is, dan is dat dan natuurlijk, hè, die betrokkenheid. Ja, en daardoor kun je van betekenis worden voor iemand. En dat is het mooie van dit vak. Ja, nou, op naar de komende 10 jaar, want dit gaat natuurlijk hartstikke goed. Ja, mag verder groeien in Nederland wat mij betreft. Ja, nou, ik snap het helemaal. Dankjewel voor dit gesprek. Ja, graag gedaan. Het is tijd voor mijn kritische vrienden. Naast mij zit Jan Wolberg en Mark Paulus. Welkom heren. We gaan het hebben over de sportclubs, want die dreigen steeds zwaarder te komen in financiële problemen. Accommodaties zijn duur. Moet de overheid hier zich nog mee bezighouden of moeten ze zelf standig blijven? Daar zijn verschillende meningen over. Ik begin bij jou, Mark. Het is een hele moeilijke, want je hebt te maken met culturen binnen clubs. Je hebt te maken met historie en ja, dat neigen heel veel clubs daarnaar om voor hun eigen cultuur te kiezen, terwijl ze tegelijkertijd weten dat de boel niet bekostigd kan worden op lange termijn. De gemeentes die moeten de accommodaties betalen, die kosten die lopen in de tonnen en ja, dat kan niet meer gefinancierd worden. En
Je ziet nu binnen de gemeente Buren dat daar een felle discussie is ontstaan en twee stromingen ontstaan. Moeten we clubs gedwongen laten fuseren of moet de club zelfstandig blijven, maar dan kan de gemeente niet meer voldoende middelen beschikbaar stellen. Als ze zelfstandig blijven? Als ze zelfstandig blijven, want dan zitten ze op verschillende locaties. Al die locaties moeten velden hebben. Alle locaties willen graag ook kunstgras hebben om bij slecht weer te kunnen spelen. Ja, dat zijn bergen met geld, want je praat over een kleine 500.000 voor een kunstgrasveld. Per club? Per club. Ja. Nou, dat is heel mooi dat je dat aanhaalt, want deze discussie die speelt op dit moment in de gemeenteraad van Neder-Betuwe. Daar kwam dus de SGP en de CDA kwamen met het voorstel om de verenigingen Echteld en Uchta, dat die maar moesten fuseren. En daar werden naar mijn idee daar drogredenen voor gebruikt. Hè. Zo van, de Echteld zit op een veld waar eventueel woningbouw zou kunnen worden gepleegd. Nou, en die woningbouw zou dan weer goed ten gunste komen voor de openbare onderwijs, omdat die werden met leegstand bedreigd. Nou, dat is natuurlijk grote onzin, omdat binnen onze gemeente Neder-Betuwe, over het algemeen, de huizen worden ingenomen door de mensen van reformatorische afkomst. Dus daar is toen ook tegen geprotesteerd. Dat betekent dat er nu toch een motie is aangenomen dat er drie wijze mannen gaan onderzoeken. Dat die fusie er toch zou moeten komen. Hè? Dus onder het motto zogenaamd van vrijwilligheid. Maar dit is gewoon gedwongen. Je moet verenigingen niet gedwongen laten fuseren. Ik ben niet tegen fusie. Want als je dus kijkt naar bijvoorbeeld het jeugdvoetbal, dat het steeds lastiger wordt om jeugdteams bij elkaar te krijgen. Het is heel verstandig dat de clubs gaan samenwerken. Maar een gedwongen fusie, dat leidt tot niets. Dat betekent gewoon dat je mensen met een mes op de keel zegt van oké, jullie moeten gaan samenwerken. Nee, je kunt ze beter zelf een worst voorhouden. Zoals ze er zelf toe erachter komen van ja, dat is gewoon voor iedereen gewoon beter. Ja, maar nu heb je het over een gedwongen fusie. Gedwongen fusie niet. In dit geval, nee. Inderdaad. Ja. Maar goed, hoe zou een fusie tot stand kunnen komen dan? Een fusie moet van onderuit tot stand komen. Als verenigingen, wat Mark ook zegt, vaak is het zo dat het gaat om bestuurders die met elkaar op het plus zitten. Hè, en een heel fijn baantje hebben en verder zelf al helemaal niet meer aan voetballen doen. Dat zijn de mensen die vaak die fusies tegenhouden. Het is hun club, zij houden daar heel krampachtig aan vast. Terwijl het belang van die leden, van die jeugd, dat zou voorop moeten staan. Dus als ze daar een keer over die drempel heen stappen en zeggen van oké, we gaan nu eens een keer in het belang van onze jeugd en van onze leden met elkaar praten, dan komen ze daar best wel uit. En dan moeten ze zelf met voorstellen komen naar de gemeente. Dus zelf zeggen van oké, wij hebben met elkaar gepraat, we leggen hier een voorstel op tafel en daar hebben we in Neder-Betuwe bijvoorbeeld een sportkoepel voor die dat prima zou kunnen organiseren. Oké. Ja, maar ja, kijk, wat natuurlijk een moeilijk punt is dat de politiek deels in de sport zich inmengt, bewust, deels terecht. Maar daar zit natuurlijk ook een andere dimensie aan vast, omdat de gemeente de maatschappelijke middelen moet verdelen naar eerlijkheid en naar rato van de belangen. Alleen daar worden politieke keuzes in gemaakt. En die politieke keuzes, daar denk ik dat op zich ook een probleem zit, omdat je moet afvragen in hoeverre je bepaalde zaken wel of niet financiert. Omdat je nu ook ziet dat binnen de gemeente bij Jan natuurlijk de discussie bij Linde is. Op een hoog niveau speelt met een enorme begroting. Dat is een externe begroting, wordt commercieel gefinancierd. Maar maakt gebruik van gemeenschappelijke middelen. Dat hebben we hier in Tiel natuurlijk ook. Dat heb je met TEC. Ook daar heb je een faciliteit die door de gemeenschap wordt betaald. Maar het eerste elftal wat met een enorme begroting daarop speelt. Dus misschien dat er keuzes zouden moeten worden gemaakt dat verenigingen vanaf een bepaalde omvang daar ook meer in moeten bijdragen. Want de gemeente kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het financieren van accommodaties waar clubs met elftallen op spelen die al voor tonnen gefinancierd worden door commerciële instellingen. Dat geld kan dan veel beter naar de breedte sport en naar de recreatieve en lagere prestatieve elftallen die daaronder zitten. En dan ben je maatschappelijk verantwoord bezig. Ja, maar daar zeg je nogal wat natuurlijk, hè? Ja. Ja, ja, want dat zou betekenen dat zo'n club dus, die krijgt nu een budget, laten we een ton zeggen, die zou dan weer terug. Nou, ze krijgen een budget, ze moeten betalen voor de accommodatie. Ja. En de accommodatie wordt onderhouden door de gemeente. En daar zijn kosten aan verbonden. Maar zoals bij Linde en bij TEC zijn dat clubs die ook tegelijkertijd een eerste elftal hebben waar tonnen in omgaan en die worden allemaal opgebracht
door commerciële bedrijven. Maar zij spelen op een accommodatie die door de gemeenschap wordt gefinancierd. Dus je zou ook kunnen bedenken dat als je kritisch wil omgaan met gemeenschapsmiddelen, dat je dus ook gaat kijken of je daar een andere verdeling in maakt. Dat er bijvoorbeeld bij die clubs een grotere bijdrage of een hogere huur- of accommodatiekosten worden gevraagd. Ik ben het gedeeltelijk met jou eens. Aan de andere kant is het zo, nee, de Betuwe zit nog niet bij Liende. Dus het gaat mogelijk op de duur wel eens een keer komen. Maar is toch nog wel steeds een zelfstandige gemeente. Maar je hebt een punt dat je zegt van oké, laat die clubs gewoon zelf hun eigen broek ophouden wat betreft die hogere elftallen. Maar aan de andere kant hebben die clubs ook landelijk een bepaalde uitstraling. Als je nu kijkt dat gewoon Tech of Liende via hun ambassadeurs tv-tijd genereren en ook wat dat betreft ook een stukje aan promotie doen voor hun dorp. Dus dat telt natuurlijk ook mee. Ja, maar moet je dat financieren met gemeenschapsmiddelen? Dat zeg ik niet, maar dat betekent gewoon dat de discussie anders gevoerd kan worden. Ja. Want nu is het zo van oké, jullie spelen op dat veld. Als zij op het veld spelen kun je zeggen van nou per keer dat jullie er spelen betalen jullie zoveel aan huur. En dat is dan ook gewoon kostendekkend. En we stoppen daar geen geld in. En aan de andere kant zou de vereniging kunnen zeggen van nou gemeente, we hebben gewoon een stukje PR naar buiten toe. We verrekenen dat op een of andere manier. Dan heb je natuurlijk een wat eerlijke rekensom. Ja, nou weet je, kijk, het is sowieso een feit dat het een enorme promotie is voor de regio. Dat er twee clubs zijn die op heel hoog niveau spelen. En dan specifiek op voetbalvlak. Maar we hebben natuurlijk ook alle andere mogelijke verenigingen met sporten die in de buitenaccommodatie zitten. Ja, ik kan zeggen, we hebben niet de hele tijd over twee grote clubs. Er zijn natuurlijk veel meer sportverenigingen. Er zijn enorm veel sportverenigingen die met hockey en rugby en dergelijke. En die allemaal met deze problematiek Die hebben allemaal deze maken. Problematiek. En ik denk dat eigenlijk er teruggegaan moet worden naar de basis. En dat er gekeken moet worden naar de principiële politieke keuze. Wat wil men aan de functie sport, die maatschappelijk een enorme belangrijke schakel is in de maatschappij, wat wil men daarvoor uitgeven? En de accommodatie is de basisvoorwaarde om al die jeugd en die senioren te kunnen laten sporten, in welke sport dan ook. En die keuze die wordt denk ik onvoldoende gemaakt, want daar zit een enorm belangrijk effect aan. Maar dat kost dus ook allemaal zo vreselijk veel geld. Ja, maar verhoudingsgewijs heel weinig. Maar jij hebt er wat kijk op. Jij noemt de politiek moet daar een keuze maken. Nou, jij kijkt, je hebt een beetje een kijkje achter de schermen van hoe het in de gemeente Tiel werkt. Heb jij het idee dat de gemeente Tiel kiest voor die sport? Nee. Niet? Nee. En waaruit dat zit? Onvoldoende. Omdat men, er is geen sportvisie in de gemeente Tiel bijvoorbeeld. Door er is geen enkele partij? Sportvisie. Nou, er wordt geroepen dat men bezig is met het vormen van een sportvisie. Men is al jaren bezig met diverse onderzoeken vanuit de gemeente en vanuit de raad en ook politieke partijen die hun zegje erover doen. Maar ik heb in de afgelopen 6-7 jaar niet kunnen ontdekken aan één integrale visie die nu voor de komende 10 of 20 jaar wordt opgezet. En dat vind ik een hele pijnlijke situatie. Ja, dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Nou ja, maar dat is gewoon, daar begint het mee. Ja. Dat je dus een visie hebt van op sport. En dan ook op breedte sport. Hè, dat je zegt van oké, als je dan kiest dat je jeugd. Dat je zegt van nou, we kiezen voor een stukje gezondheid van onze jeugd. En in samenhang met onze verenigingen. Dus dat je dus daar ook een consequent beleid. En dan is het niet alleen over voetbal, maar over allerlei verenigingen. Ja. Dat je daar een visie met elkaar over hebt. En als je die niet hebt, ja, dat is gewoon kansloos. Nou, dus daar moet het eigenlijk gewoon mee beginnen. Ja, ja, want de kosten van het creëren van problemen door jeugd en senioren niet de faciliteiten te geven voor sport in de breedte leiden tot zoveel maatschappelijke andere problemen dat de gemeente daar, in mijn zinziens, te weinig bij stilstaat. Dat de kracht van de sportvereniging en welke sportvereniging dan ook enorm is op verschillende maatschappelijke vlakken. Ja. En daar moet geld voor zijn, al is het minimaal. Ja, dat lijkt me duidelijk. Ja. Nou, wat dat betreft. Ja. Daar zijn we het zeker over eens, Mark. Ja, daarbij aansluiten. Ja, goed. Nou, het is duidelijk, die visie moet er gewoon komen. Heren, bedankt. Dank je.